Ik hou van je. Hé, kijk hier eens naar. Oh, wauw. Papa, kijk wat ik heb gevonden. Niet te geloven. Ik heb deze foto al eeuwen niet gezien. Mijn lieve jongen. Mogen wij ook een hond? Nee, het is te pijnlijk. Ik kan er niet aan. Wow, arme papa. Papa zal trots zijn dat ik eraan heb gedacht om het vuilnis weg te gooien. OMG! Woonde je achter de vuilnisbak? Maak je geen zorgen, nu ben je veilig. Maar wat zal papa ervan vinden? Ik kan je niet zomaar mee naar binnen brengen. Het spijt me, jongen. Geen honden in mijn huis, ooit. Oh, het spijt me echt heel erg. Wat doe ik nou? Die lieve oogjes. Oh, ik heb geen andere keus. Hier, vang hem maar. Brave jongen. Oh nee, verstop je hierin. Naomi? Ja, papa? Ik heb je favoriete snack voor je gemaakt. Oh, haha. Hier zo, lieverd. Bedankt. Geen probleem. Wat is dat? Niets. Ik speel gewoon. Nee, nee. Ha, veel plezier, schat. Huh? Oh, nee. Heeft dat mandje nou net geblaft? Oh, mam. Oh. Hij heeft een huis nodig, papa. Is dat zo? Hij is inderdaad een schattig ventje. Maar hij is helemaal vies. Laat me je daar maar bij helpen, vriendje. Eeuw. Eeuw. Laat mij er ook wat pakken. Oké. Hier is er eentje. Goed gedaan. Maar wacht even. Dit heb ik al een tijdje niet gebruikt. Eens even kijken wat we hier hebben. Een borstel. Hij moet goed geschrobd worden. Met extra zeep. Klaar. Dit voelt vast super fijn. Het is net een massage voor het hondje. Helemaal klaar. En? Tijd om dit natte hondje af te drogen. Voelde dat fijn, jongen? Vast wel. En wat zullen we nu doen? Je mag niet zomaar nat blijven. Voorzichtig, papa. Zo, wat vind je daarvan? Dat is pas een fris hondje. Geen beestjes te zien. Volgens mij is hij er blij mee. Huh? Heb ik? Oh, wat zeg je, jongen? Ga maar spelen, goed. Is dat wat ik denk? Goeie grutten. Waarom overkomt dit me? Kom op. Tijd voor onze ochtendwandeling. Wat is het koud. Doe je ding maar, ventje. Oh, mooi zo. Je hebt je behoefte gedaan. Het minder mooie deel van de hondeneigenaar zijn. Tenminste heb ik dit ding. Eén zakje is wel genoeg. Zolang mijn handen er maar buiten blijven. Goed, daar gaat hij. Heb eens. Door die geur word je wel wakker, zeg. Nou. Tijd om weer naar binnen te gaan. Deze kan ik beter schoonmaken. Het hele huis gaat er vies van ruiken. Ik zie je wel weer als het wastijd is. Wat? Wat heb je hier allemaal mee naar binnen gebracht? Wil je dat aan me uitleggen? Nee? Yep, jouw pootjes zijn de boosdoener. Ik moet naar mijn werk. Naomi! Ja, papa. Wat is hier gebeurd? De hond heeft modder met zich meegebracht. Nu is het jouw beurt. Oké. Het is al goed. Je weet niet beter. Zullen we die poten schoonmaken? Nee? Oké. Welke is het beste? Waar komt dit ding vandaan? Is het zeep? Wacht eens even.
Volgens mij is dit voor hondenpootjes bedoeld. Laten we het eerst met water opvullen. En zodra dat gedaan is, stoppen we je poot er gewoon in. Maak je geen zorgen, het doet geen pijn. Dan drogen we ze gewoon af. Zie wel, helemaal schoon. Dat was nog lang niet zo erg, toch? Graag gedaan. Waar komen al deze meeltjes vandaan? Hoi! Niet nu. Kom op, speel met me. Je weet toch dat je mee wilt doen? Naomi, alsjeblieft. Oh, prima. Dan speel ik gewoon in mijn eentje. Klinkt goed. Oké, jij gaat hier naartoe. Hier zo. Hey, wil jij spelen? Shh. Hij heeft het zo druk. Oh. Oké, het zal wel. Ik werk de laatste tijd veel. Dat kan ik denk ik wel goed maken. Eerst moet ik het spel klaarzetten. Zie je dit? Ja? Laten we spelen. Nou, doe maar. Kom maar op. Eerst ben ik aan set. Jouw beurt. En? Kies er één. Interessante keuze. Nou, goed dan. Ik teken het wel voor je. Eens even kijken. Dat houdt ze wel even bezig. Ben ik briljant of niet? Ah. Oh, wat is dat met al dit hondenhaar? Het zit echt overal. Ah, dit zal ik vandaag dragen. Nog meer haar? Het neemt ons hele huis over. Ah, nog meer haar? Ah! Wat? Huh? Ik ben al dit hondenhaar zat. Het is inderdaad erg als je dit niet hebt. Kijk maar hoe het werkt. Het haar plakt er tegenaan, zie je? Dan stop ik het hier gewoon weer in. Druk ermee op en neer. En het is weer klaar voor de volgende ronde. Makkelijker wordt het niet. Hier, probeer jij maar eens. Gewoon zo? Het komt eraf. En ik kan het zelfs op de bank gebruiken. Het is eigenlijk best leuk. Hé, hey, ik zie er weer helemaal fris uit. Dit ding is geweldig. Bedankt, pap. Woehoe! Tot ziens! Oh, eindelijk. Ik wacht al de hele dag om dit te kijken. Bang, Marsjeken! Woehoe! Oh. Probeer het maar te pakken, kom op! Wat zeiden ze? Oké, hier! Het is er gelukt! Inderdaad! Jeetje, wat ben jij chagrijnig? Naar buiten, nu! Huh? Ga maar. Nou, goed dan. Laten we de stad in. Mooie halsband, jongen. Klaar om een leuke wandeling te maken? Box. Goed zo. Vergeet je pet niet. We moeten de aandacht gaan trekken. Laten we gaan. Het is jij en ik tegen de wereld, puppy. Juist ja. Lopen maar. Tot later, pap. Dat lijkt er al meer op. Veel marathon, hier kom ik. Oeh. Kom op, lieverd. We moeten opschieten. Mama moet winkelen. Ik kom al, mama. Het is zo leuk om samen te winkelen. Ik wil mijn creditcard helemaal opmaken. Wacht even. Oh, kijk eens naar deze lieve puppy. Hij is zo zacht en lief. Mama, kijk eens. Mami, mama. Ik heb een nieuw speeltje gevonden. Eeuw, dat is zo goor. Maar ik wil hem. Dit is zo oneerlijk. Ik mag nooit leuke dingen hebben. Ik laat deze puppy niet achter. Huh? Wat is er net gebeurd? Dit kan niet waar zijn. Dit is de beste dag ooit. Je
Welkom in je nieuwe huis. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik weet nu al zeker dat we beste vrienden gaan worden. Dus wat eten vind je lekker? Ik hou van pizza. Het is super lekker. Eeuw, wanneer is de laatste keer dat je je tanden hebt gepoetst? Nee, geef me geen kusjes. Schatje, oh, wat gebeurt er? Kijk dit zootje nou eens. Er zitten overal pootafdrukken. Ik kan het wel uitleggen. Dit kan echt niet. Hier moet ik iets aan doen. Oh, dit is niet goed. Jij komt met mij mee. Hebbes. Dit had ik een tijd geleden moeten doen. Kijk me niet zo aan. Je gaat hierheen. In deze doos. En nu blijven. Brave hond. Wie heeft er nou een dure kennel nodig? Een kartonnen doos werkt net zo goed. Waarom doet ze dat? Hier kun je niet in blijven. Maak je geen zorgen. Ik bedenk wel iets. Ik beloof het. Maar wat? Oh, ik weet het al. Ik moet gewoon creatief zijn. Ugh, dit is zwaar. Maar het is een goed begin. Wat nu? Deze houten latten werken misschien wel. We hebben wat kleur nodig. Nu moet ik het hout in elkaar schroeven. Hier heb ik mama's boor voor geleend. Zo gaat het veel sneller. Weet je, dit is best wel leuk. Nu moet ik het versieren. En ik heb het perfecte ontwerp in gedachten. Ik heb dit schabloon van een pootafdruk. Ik verf er gewoon overheen. Dit maakt het zoveel makkelijker. En het wordt geen smeerboel. Ik pel het er voorzichtig af. Het ziet er zo kleurrijk uit. Ik doe dit overal. Wat vind je? Best mooi, hè? Zelfs ik ben onder de indruk. Maar er is nog veel meer te doen. Maar eerst hebben we een makeover nodig. Je hebt zeker wat bling nodig. Dit lijkt er al meer op. Nu hebben we alleen nog de peach nodig. Oh ja! We zien er fris uit. Woehoe! Niemand solt met ons. Schudden met die staart. Check it dit eens. Wat? Naomi, ben je hier? Hoi mam. Zit je nou? Laat ook maar. Wat is er met je kamer gebeurd? Is dat mijn bontjas? Geef hier. Ik meen het. Eeuw, het ruikt naar hond. Och, wat walgelijk. Kun je dat geloven? Je gebruikt het als een tapijt? Wat gaan we nu doen? Volgens mij heb ik een idee. Dit wordt leuk. Ik begin door deze mat uit te rollen. Nu heb ik wat pluizige pompoms nodig. Ik maak het zo aan de mat vast. Doe hetzelfde met de pompoms van verschillende kleuren. Ik wissel de kleuren af en ik wil dat de mat helemaal bedekt is. Het voelt zo lekker zacht. Probeer het maar uit. Dat is veel beter. Nu is het tijd om creatief te zijn. Ik ben dol op verven. Het is zo ontspannend. Huh? Wat doe je? Geduld hebben, mama. Het is een bord. Ik hang hem hier op. Wat vind je ervan? Ik vind het niet zo slecht. Blijf jezelf dat maar aanpraten. Het is niet bepaald een meesterwerk. Volgens mij weet ik wat ik moet doen. Ik heb alleen deze punaise nodig. En nog één ding. Mijn wol. Ik stop de punaise in de muur en gebruik punaises om mops te schrijven. Nu doe ik de wol om de punaises heen en maak ik een paar lussen om elke punaise. Ik zorg ervoor dat de wol strak zit, precies zo. Ik gebruik voor iedere letter andere kleur wol. Dit gaat er super mooi uitzien. Bijna klaar. Wow, goed gedaan, mama. Dat vind je. Ik ben er dol. En mopshondje ook. Dankjewel, mama. Je bent de beste. Dat is zo, hè? Verrassing! Wat je ook wil, het is van jou, schat. Oh, het is leeg. Wie is de leukste? Deze is ook leeg. Maak je geen zorgen, schat. Het komt goed. Kijk daar eens. Oh, hij is zo schattig. Ik wil deze puppy. Dan is hij van jou. Oeh, hij moet wel in bad. Ik heb wat mondwater nodig. Laten we gaan. Ik hou zoveel van jou. Oh nee, de paparazzi is hier. Geen foto's, aasgieren. Zorg ervoor dat je mijn beste kant vastlegt. Is de kust veilig? Laten we het doen. Pas op. Ik wist dat ik een nieuwe partner had moeten nemen. Kom hier. Hé, dit is een mooi huis. Kom op. Oef, dat had pijn kunnen doen. Gelukkig kwam ik op mijn hoofd terecht.
Dit is het. Dit zal ons rijk maken voor de rest van ons leven. Pak zoveel als je kunt. Deze bloemen zijn prachtig. Wat ben je aan het doen? Maar het is zo lekker zacht. We zijn op zoek naar de waardevolle spullen. Sorry, baas. Er ligt hier nog meer goud. Schiet op, pak alles wat je pakken kan. Serieus? Kennis is ook waardevol. Zie je dat? Wat is dat? Ik weet het niet, maar ik ben bang. Hou me vast. Laten we weggaan. Aan de kant. Wat gebeurt er hier? Gaat het goed, Parel? Mijn hemel. Wat een rommel. Wat is er gebeurd? Oh, Parel, daar ben je. Mijn lieve kleine puppy. Gaat alles goed? Ik was zo bezorgd. Waarom staat het raam open? Shh, blijf stil. Hey, Parel. Wie is een braaf hondje? Dat ben jij. Ik heb een speciaal snoepje voor jou. Je krijgt hier alleen het allerbeste. Geniet ervan. Huh? Blijkbaar had je honger. Ik bedoel, hoe ben jij daar gekomen? Je liet me even schrikken. Oké, je mag wel wat meer. Nog meer? Alsjeblieft. Wauw, Parel, je moet wel goed kauwen. Lieverd, ik ben klaar. Waar stond ik nou op? Ik kan me niet herinneren dat dit hier lag. Waarom ruikt het naar poep? Oeh, wat goor. Huh? Er is nog meer. Het gaat helemaal tot daar. Ik kan het maar beter volgen. Dit ruikt zo vies. De geur wordt nog sterker. Eeuw! Ik moet dit weggooien. Parel moet zindelijk worden. Wacht eens even. Eigenlijk ziet het er best goed uit. De meisjes in de spa zullen zo jaloers zijn. Alsjeblieft, Parel, eet maar lekker op. Mama heeft meer gouden ringen nodig. Het is simpelweg prachtig. We moeten alleen iets aan de geur doen. Een kleine penseelstreek hier. Ik leg echt je innerlijke schoonheid vast, Parel. Geweldig. Hallo, schat. Geef mama een knuffel, Parel. Eindelijk, mijn meesterwerk is af. Schat, dit is je beste werk tot nu toe. Het zou in een galerij moeten staan. Wat vind jij, Parel? Nee? Je hebt liever waterverf? Sorry, lieverd. Wat een strenge criticus. Oeps. Kijk nou wat ik gedaan heb. Ik heb zo mijn best gedaan. Ik baal hier echt van. Daar ga je, Parel. Maak je geen zorgen, schat. Je kunt altijd kunst kopen. Je hebt gelijk. Ik bedoel, ik ben rijk. Wauw, kijk dat eens. Parel, je bent een genie. Het is prachtig. Kijk nou, echt een natuurtalent. De kleurovergang tussen zwart en wit, het is gewoon perfect. Oeh. Het is echt geweldig. Het raakt me echt. Ik ben zo slaperig. Het is tijd om lekker te dromen. Jij hoort al in bed te liggen. Zo. Wanneer ben jij voor het laatst in bad gegaan? Je stinkt. Dit moet gewassen worden. Wat? Kijk dit nou eens. Er zit een gat in Naomi's trui. Wacht eens even. Volgens mij kan ik hem repareren. Ik leg de trui op een plat oppervlak. Waar is mijn naald en draad nu? Ik naai het boven de mouw en ik werk naar de andere mouw toe. Ik knip het overtollige draad eraf en nu draai ik hem om. Ik doe hetzelfde onder de mouw en werk langs de trui heen. Ik wil het mooi recht houden. Ik knip dit er wel af. Nu vul ik de mouw met vulling op. Ik wil hem helemaal opvullen. Dan doe ik hetzelfde met het lichaam. En de andere mouw. Ik rol de manchettes in de vouwen. En nu breng ik de mouwen naar elkaar toe. Ik naai ze aan elkaar om ze vast te maken. Ik wil niet dat het loskomt. Het is bijna klaar.
Naomi zou zo verrast zijn. Het is een nieuw bedje voor Mops. Het is lekker knus. Hopelijk hou je ervan. Mijn werk is af. Nee, meneer Eenhoorn. Nee, deze lolly is niet voor jou. Wacht, wat hoor ik nou? Heb jij nou de ladder beklommen? Oh, juist. Je hebt dorst. Ik haal wel wat water voor je. Wacht hier, ik ben zo terug. Hier is wat lekker verfrissend water. Ik hoop dat je ervan geniet. En nu kan ik terug naar mijn schoonheidsslaapje. Huh? Wat is er nu? Heb je dit allemaal opgedronken? Prima, wat ben jij een dorstige hond. Drink het nou niet allemaal in één keer op. Ik meen het. Misschien kan ik nu eindelijk slapen. Ah, kom op nou. Dit slaat echt nergens op. Auw, dat deed zeer. Daar ga ik een bult aan overhouden. Gaat het? Wat is er gebeurd? Ik probeerde water te halen voor Mops. Hij drinkt zoveel, ik kan het niet bijhouden. Dat is inderdaad een probleem. Maar ik kan het wel oplossen. Ik heb een blok hout dat ik groen geverfd heb. Ik breng lijm op de rand aan en plak er nog een stuk hout tegenaan. Ik leg de kom water erop en nu plak ik het zelfklevende schuim tegen het verticale stuk hout. En dan plak ik de waterfles er tegenaan. Nu haal ik de dop eraf en het water zal de kom vullen. Elke keer dat Mops uit de kom drinkt, zal het water zich bijvullen. Je hoeft niet steeds bij te vullen. Best slim, hè, Naomi? Naomi? Oh. Oh, kijk haar toch eens. Ze is zo lief. Het is weer een mooie dag. Wakker worden. Oeh! Waarom liggen hier overal speeltjes? Hoi, mama. Er zijn er zoveel. Je moet opruimen als Mops heeft gespeeld. Hoeveel speelgoed heeft een hond nodig? Oh, dat doet echt zeer. Er zit zelfs een speeltje in mijn haar. Wat gaan we hier aan doen? Wacht eens even. Misschien kunnen we dit touw gebruiken. Waar loopt het naartoe? Het is zo lang. Volgens mij ben ik bijna bij het einde. Dit is precies wat ik nodig heb. Ik moet gaan. Phew, dat was op het nippertje. Ik begin met zijn nepbot. En dan de rest. Ik hoef het alleen maar aan het touw vast te maken. Tadaa! Geen rommelige speeltjes meer. Alles wat Mops nodig heeft is hier. Maar ik ben nog niet klaar. Ik maak het aan het bed vast. Naomi, Mops, het is klaar. Laten we gaan kijken. Kijk hier eens naar. Wow, dit is allemaal voor jou, Mops. Bedankt, mama. Oh, hoi. Lieverd. En Parel ziet er weer prachtig uit. Zet je even hier neer. Het is tijd om verwend te worden. Ik heb dit zo nodig. Oh, dat kietelt. Ah, manicure is zo fijn. Ik hou van deze stijl. Ik zie er geweldig uit. De laatste trend uit Parijs. Oh, je ziet er fantastisch uit. Mama houdt zoveel van je. Het is me weer gelukt. Je hebt dit verdiend. Nog even alles natellen. Schat, er mist nog een deel. Ik hou van mijn baan. Ciao. We gaan net weg bij de salon. Lunchen? Klinkt super. Parel, liefje, kom terug. Waar zijn we naartoe? Parel! Oh, nee. Parel, kom daar eens uit. Je hebt de hele look verpest. Dat is zo vies. Ik heb net mijn nagels laten doen. Gadver, kom hier. Je mooie vacht, dat zit onder het vuil. Daarom heb ik mensen in dienst om dit te doen. Oké, tijd voor wat leuks. Kun je dit bot halen? Klaar? Ga maar halen. Niet weer. We hebben het hier al over gehad. Oh, ik weet het. U had aan de bel gerinkeld, mevrouw. Oh, fijn, je bent er. Ik wil dat je dit bot voor me haalt. Ik probeer Parel een les te geven. Ga maar halen.
Zie je, Parel? Zo moet het. Begrepen, mevrouw. Dat was het. Geef het aan Parel. Brave hond. Wil je het ook proberen? Oké, laten we het opnieuw proberen. Ga je gang, Parel. Jouw beurt. Ik kom eraan, meneer. Alsjeblieft, meneer. Wat vindt u hiervan, meneer? Goed genoeg? Ik doe mijn best, meneer. Ik ben zo trots op je, Parel. En op jou. Dat voelt goed. Dank u wel, meneer. Hallo jongens, ik kom hier even online om deze prachtige look te delen. La 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 la, Parel, je bent zo schattig. Oh, kijk dit eens. Je bent de beste hond ooit. Oh, wee. Wauw, zoveel likes. Wacht, wat is er aan de hand? Ik zou je de hele dag kusjes kunnen geven. Je bent zo zacht en schattig. Oh, ik snap het. Dit geeft me een idee. Wauw, dit is geweldig. We zijn beroemd. Ik bedoel, jij bent beroemd, Parel. Ik wilde altijd al een popster worden. Ze houden van je, Parel. Je bent de beste hond ooit. En we krijgen 10% van alle winst. We verdienen zoveel geld. Ach man, heeft iemand mijn hondje gezien? Heb jij hem gezien? Hij lijkt hierop. Pak er alsjeblieft één en vertel het aan al je vrienden, bedankt. Kom terug bij mij. Ah. Ik zou je dat nooit laten overkomen. Ik moet meer op je halsband doen. Wacht. Ik weet wat we moeten doen. Zie je dit vetvrije papier? Gebruik hete lijm om een bol in het midden te maken. Voeg er dan een papieren naamplaatje aan toe. Doe er nu meer lijm op. En wees niet bang om het er echt op te stapelen. Laat het nu drogen en leg er nog een vetvrij vel bovenop. Druk hem lekker strak aan. Hij is af. Nou, bijna. Tadaa! Het is perfect! Bevestig het aan een karabijnhaak. En nu kun je het op de halsband plaatsen. Nu verlaat je me nooit meer. Als je verdwaalt, zeg dan dat ze dit nummer moeten bellen. Dan ga nu maar spelen.